die over een lengte van ruim 5.500 kilometer dwars door China stroomt. Een expeditie is op zoek naar de oorsprong van deze woeste rivier. Hier komt de Yellow River. Het Anjie-Ma-Chen-gebergte is een met sneeuw bedekte bergketen die zich uitstrekt tot ver in een van de meest afgelegen gebieden van China. Zo'n 500 kilometer ten westen van het Anjie-Ma-Chen-gebergte ontspringt de Gele Rivier. Daar begint hij zijn 5464 kilometer lange tocht door China. Eerst slingert hij door moerasland, dan wint hij aan kracht en omvang doordat andere rivieren erin uitstromen. Dan stort hij zich met veel geweld door nauwe kloven naar beneden. Vervolgens komt hij door een kaal woestijngebied en door een grote vlakte. Ten slotte mondt hij uit in de Pohai-baai. Op een rivier die zo'n grote verscheidenheid aan gebieden doorkruist, is een bootreis een belevenis. In de dalen van de Gele Rivier was al heel vroeg sprake van menselijk leven. Een van de vier grote beschavingen uit de geschiedenis is voortgekomen uit het stroomgebied van de Gele Rivier. De lange geschiedenis van de rivier is rijk aan beschavingen. Deze vaas dateert uit de Yangshao, een cultuur die gekenmerkt wordt door beschilderde keramiek. De voorwerpen zijn 4000 tot 8000 jaar oud. Het centrum van deze cultuur lag aan het bovenste gedeelte van de U-bocht in de Gele Rivier. Het eerste Chinese schrift stamt uit de Shang-periode, die duurde van de 18e tot en met de 12e eeuw voor Christus. Er zijn tienduizenden inscripties aangetroffen. Daarvan is ongeveer de helft ontcijferd. Uit de Shang stammen ook de eerste uit brons gegoten voorwerpen. In 1600 voor Christus kwam de bronstijd in het dal van de Gele Rivier tot volle wasdom. De voorwerpen werden gebruikt voor het brengen van offers, zoals dieren en drank. De cultuur uit die tijd langs de Gele Rivier verschilt van andere culturen in de bronstijd. Er werd een grotere hoeveelheid en meer uiteenlopende dingen gemaakt en alles werd ook rijker gedecoreerd. De bronzen uit dit gebied behoren tot de verfijnste en mooiste ooit ter wereld gevonden. De Gele Rivier is een van de meest onstuimige rivieren ter wereld. Hij voert enorme hoeveelheden slib mee, wat regelmatig leidt tot noodlottige overstromingen. Dit heeft het karakter van de Chinezen en hun cultuur ongetwijfeld sterk beïnvloed. De Chinezen koesteren tot op de dag van vandaag eerbied voor de Gele Rivier. Daar heeft de wieg van de Chinese beschaving gestaan. Ze vergelijken de rivier met een enorme draak die zich door China slingert, oprolt en uitstrekt en soms uithaalt naar de mensen die langs zijn oevers wonen. De Gele Rivier is een symbool voor de Chinezen. De Gele Rivier ontspringt in de provincie Qinghai en daalt daarna zo'n 5000 meter tot hij uitstroomt in zee. Vanuit de hoogvlakte stort hij zich kolkend door kloven en engtes, waarbij er steeds meer water uit andere rivieren bijkomt. Als hij de bergen achter zich heeft gelaten, gaat de rivier langzamer stromen. In de meer dan 5000-jarige historie van de rivier is nooit vastgesteld waar hij nou precies ontspringt. Daarom is er een gezamenlijk Chinees-Japans project opgezet. Er gaat een expeditie op weg naar het westen van China. Het Anjie-Ma-Chen-gebergte loopt van het noordwesten naar het zuidoosten en is 400 kilometer lang. De bevolking van die streken heeft het Anjie-Ma-Chen-gebergte altijd als heilig beschouwd. Vanaf de bron die nog verder naar het westen ligt, stroomt de Gele Rivier langs de lager gelegen zuidwestkant van de gletsjer en besneeuwde bergen naar beneden. Langs de zuidpunt stroomt hij verder in noordelijke richting, een afstand van meer dan 500 kilometer. Aan de voet van deze imposante toppen strekt zich een brede onafzienbare vlakte uit tot aan Qinghai en Tibet. Deze expeditie is er maar één van een onbekend aantal dat er in de loop der eeuwen op uit is gestuurd om de bron van de Gele Rivier te achterhalen. Veel expedities zijn door deze vlakte getrokken, sommige zelfs al voor Christus. Keizer Wu Ti van de Han-dynastie stuurde Chang Cheng op pad. Keizer Li Xin Min van de Tang-dynastie gaf als eerste de opdracht tot een grote expeditie. Na deze keizers volgden anderen die erop uit waren de bron van de Gele Rivier op te sporen. Ze stuurden ook onderzoekers naar het gebied. Zo had je Kubilai Khan, Taichu en Cheng Ti.
Een oud-Chinees gezegde luidt: hij die de gele rivier onder controle heeft, heeft de macht over de hemel. China dus. Chinese heersers hebben dan ook altijd een warme belangstelling voor de rivier gehad. Het gezamenlijke Chinees-Japanse team trekt naar het westen, dwars door de uitgestrekte vlakte die delen van Tibet en de provincie Qinghai beslaat, in de hoop na 2000 jaar eindelijk achter de echte oorsprong van de gele rivier te komen. In 2 dagen tijd leggen we de 500 kilometer af vanaf Xining, de hoofdstad van de provincie Qinghai. En staan we eindelijk aan de oevers van de gele rivier, zo'n 4200 meter boven de zeespiegel. Hij slingert zich hier door eindeloze steppen. Het gebied dat voor ons ligt is de droom van elke Tibetaan. In Madoi, een Tibetaanse stad aan de Gele Rivier, wonen ongeveer 1000 mensen. Dit is het gebied waar de nomadische Tibetanen wonen. Het melken van de yak, de Tibetaanse koe, begint bij zonsopgang. Dat is het begin van een lange dag die net als alle andere dagen een strijd tegen de elementen is. Vrouwen maken boter en kaas van de verse melk van de yaks. De gemiddelde jaartemperatuur in dit gebied ligt op 4 graden onder nul. De gele rivier is er de helft van het jaar bevroren. Wij zijn hier half juni, maar de wind snijdt nog steeds dwars door je heen. Tibetanen wonen in een zogenaamde pau, een tent die gemaakt is van een viltachtige stof, geweven van het haar van de yak. Het hoofdvoedsel van de Tibetanen is gerst. Dat wordt geroosterd en met een handmolen vermalen tot een meel dat tsampa heet. Om 7 uur 's morgens beginnen de mannen hun dag met het ontbijt. Ze maken wat tsampa vochtig met thee of warm water, dan kneden ze het en eten het op. Daarbij drinken ze melk of eten ze kaas van de yak. Tibetanen eten heel weinig groenten, maar ze drinken ontzettend veel thee. Pauws zijn schaars ingericht. In de pauw slaan ze de thee en de rest van het eten op in grote leren zakken. De kleding zit in houten kisten. En meer bezittingen hebben ze niet. Na het eten gaan de vrouwen boter maken. Ze gieten opgewarmde melk van de yak in een melkseparator. Door de binnenste cilinder te laten draaien, zorgen ze dat de melk zich scheidt in boter en water. De boter zit aan de bovenkant. Als je de rest inkookt, krijg je kaas. De Tibetanen brengen eerst hun vee naar het land. Ze trekken 4 keer per jaar naar andere weidegronden. Zo zijn ze er zeker van dat hun dieren genoeg te grazen hebben. Zwaarden zijn heel belangrijk in het leven van nomadische volkeren. Zowel mannen als vrouwen versieren zich met zilveren voorwerpen, met gepolijste stenen enzovoort. De mannen leiden hun kuddes om 8 uur 's morgens naar de weidegronden. En tegen zonsondergang, zo rond 1 uur of 9, gaan ze weer naar huis. Zo gaat dat al eeuwen bij deze nomaden.
De Tibetanen noemen de gele rivier de Machu, de mooiste rivier ter wereld. Onze cameraploeg rijdt met de jeep langs Machu, op zoek naar de bron die zo'n 300 kilometer van Madoy moet liggen. Ochtends en 's avonds is het erg koud, maar toch, het is juni. En in juni is het lente in het Tibetaanse hoogland, hoe kort die lente ook duurt. Het is de paartijd van de grappige fluithazen. De weg door de steppen wordt steeds slechter begaanbaar. Op ongeveer 60 kilometer van Madoy liggen twee grote meren, het Ngoringmeer en het Gyaringmeer. Het Ngoringmeer is op zijn langst en breedst 30 kilometer. Het Gyaringmeer is 30 bij 25 kilometer. De meren zijn zo mooi dat ze wel omschreven worden als twee parels die ingebed liggen in de bovenloop van de Gele Rivier. Ze liggen op 4300 meter boven de zeespiegel. Het zijn dus zo'n beetje de twee hoogst gelegen meren ter wereld. Ngoring betekent lang blauw meer. De Gele Rivier die ontspringt in het verre westen van China loopt door het Gyaringmeer en het Ngoringmeer naar het oosten. De Gele Rivier is blauw als hij uit het Gyaringmeer stroomt. Zo kennen we hem niet. Normaal is hij troebelgeel van kleur en kolkend. Hier zien we onvoorstelbaar helder blauw water tegen de oevers van het meer kabbelen. We zien een tent van een visser op de oever staan. Er ligt vis te drogen rondom de tent en er staat een windmolen om stroom op te wekken. De Tibetanen geloven dat vissen heilig zijn en eten dus geen vis. Vissers. Zo te zien aan hun gezichten en hun kleding zijn het Chinezen. Ze komen vast helemaal uit Xining, aangetrokken door de rijke visstand in het meer. De vissen die in dit meer zwemmen, Wangju, hebben geen schubben. Die zouden in de loop der tijd verdwenen zijn omdat het water op deze hoogte zo koud is. Wie? We zien een paar stenen op een heuveltje bij het meer. Dat is een obo, oftewel een plaats die de Tibetanen vereren. Ze gaan erheen om te bidden. Tibetanen maken eens in hun leven een pelgrimstocht. Dan bidden ze bij obo's en vragen de plaatselijke goden om een behouden tocht. In de 7e eeuw kwam het boeddhisme naar Tibet. Toen trouwde de Chinese prinses Wen Chengkungcha met een Tibetaanse koning. Volgens de overlevering kwamen de Tibetanen haar bij het Ngoringmeer tegemoet. Een afgezant van het Tanghof, die de prinses vergezelde, meldde aan de koning dat de Gele Rivier ontsprong aan het Ngoringmeer. Hij had namelijk gezien dat de rivier uit het meer stroomde. In werkelijkheid ligt de oorsprong van de rivier verder naar het westen. We zijn in de gelegenheid om een huwelijk van Kwolo-Tibetanen bij te wonen. De bruidegom gaat naar het huis van de bruid. Daar wordt het huwelijk gesloten.
Als de bruidegom met zijn gezelschap arriveert, wisselen vertegenwoordigers van beide partijen eerst verklaringen uit omtrent hun familieachtergrond. Bij een bruiloft lopen de emoties vaak hoog op. Soms gaan de feestvierers elkaar met zwaarden te lijf. Het woord kwolo, in de naam Kwolo-Tibetanen, betekent veroveraar. Dit zijn de heetgebakerde afstammelingen van strijdende stammen. Bij de begroetingsceremonie wisselen ze tot 3 keer toe kommen met sterke drank uit. Nu kan de bruiloft beginnen. De bruidegom wordt naar zijn plaats gebracht. Daarna brengen familie en vrienden van de bruid haar naar de plaats van de plechtigheid. De plechtigheid begint met een lama-priester die sutra's reciteert. Hij vraagt de god van het land om geluk voor het bruidspaar. Paisan, de bruidegom, heeft 100 schapen en 30 geiten om hun nieuwe leven mee te beginnen. Hij is pas 23. In Tibet trouwt men jong. De bruid, Yen Chujong, is 18. De vrouwen zingen. Ze wensen het jonge stel geluk toe en prijzen de geweldige schoonheid en bekoring van de natuur. De bruidegom gooit tot 3 keer toe sterke drank in de lucht. Het echtpaar doet zijn trouwbeloften. Ook de bruid gooit 3 keer sterke drank in de lucht. Zo bevestigt ze haar geloof in God. Er wordt op een bruiloft bij Kwolo-Tibetanen altijd geschoten. Een man is geen man als hij niet met een geweer weet om te gaan. De korte lente van het hoogland is het seizoen om te trouwen in Tibet. Het huwelijksfeest duurt 2 dagen en 2 nachten. Ook 's nachts houdt het zingen en plezier maken niet op. In de verte zien we het Bajan Hargebergte liggen. De top is wel 5267 meter hoog. We zijn nog ver verwijderd van de bron van de rivier. Die zou aan de voet van dit gebergte liggen. De sneeuw in het hoogland smelt tegen eind april. Hier, in deze late lente, staan de prachtige en veelkleurige bloemen van het hoogland volop in bloei. De eilanden waar deze twee meren mee bezaaid zijn, vormen een paradijs voor wilde dieren. Het is paartijd voor de aalscholvers, meeuwen en andere vogels. Een kudde herten stormt van de hellingen. De Chinezen noemen deze herten witgebekte herten. Ze komen nergens anders ter wereld voor, alleen in het Tibetaanse hoogland. Een roedel herten, compleet met jongen, zwemt heel behendig naar een naburig eiland.
Ten westen van de twee meren ligt een groter landinwaarts gelegen meer. Dat heet Xingshuhai, eigenlijk een moeras waarin grotere en kleinere meertjes liggen. De naam, die zoiets betekent als een met sterren bezaaide zee, is gekozen omdat de schoonheid van de met sterren bezaaide hemel weerspiegeld wordt in de talrijke meertjes. In de 13e eeuw stuurde Kubilai Khan van Mongolië een gezant op weg om de bron van de Gele Rivier op te sporen. Toen hij eenmaal hier aankwam, raakte hij het spoor van de rivier bijster. Hij dacht dat de Gele Rivier aan deze talrijke meertjes ontsproten was en dat meldde hij aan de keizer. Sindsdien heeft men heel lang aangenomen dat de Gele Rivier hier ontsprong. De zwartnek-ooievaar is een aristocraat onder de dieren van het hoogland. Net zoals het witgebekte hert is deze soort uniek voor dit gebied. Bij nader onderzoek van dit gebied door het Chinees-Japanse team wordt duidelijk dat dit moerasland zijn water weer uit een andere bron krijgt. De oorsprong van de Gele Rivier is dus nog steeds niet vastgesteld. Het team volgt de stroom naar het westen, waar hij smaller en smaller wordt. Lang geleden lag het Xingchang-plateau op de zeebodem. Het werd tegelijkertijd met de Himalaya omhoog gestuwd doordat het gebied dat nu India is tegen het Aziatische continent opbotste. Op dit plateau aan de uiterste grens van de Himalaya zijn er weinig steile hellingen. Weidegronden liggen in de lagere gebieden tussen de bergketens. In zo'n weidegebied ligt Mado Kungse, het laatste dorp langs de Gele Rivier. Hier voegen zich een aantal Chinese experts bij het team. Ze zijn verbonden aan de commissie die zich bezighoudt met de waterreserves van de Gele Rivier van het ministerie van Waterkracht. De dorpelingen komen ons op jaks tegemoet. De jak, een krachtig dier dat goed is toegerust voor het koude klimaat van de hoogvlakte, speelt een belangrijke rol in het leven van de autochtone bevolking. Tibetanen van buiten het dorp komen ons bekijken. Ze hebben gehoord dat er buitenlanders in aantocht waren. De eerste buitenlanders die er ooit in dit gebied geweest zijn. De dorpelingen komen graag buiten in de korte tijd dat het hier mooi weer is. We zien zelfs een paar Tibetanen die groenten aan het wassen zijn. Een heel ongebruikelijk gezicht, want over het algemeen eten ze geen groenten. Deze mensen zitten al zo lang tussen Chinezen dat ze het groente eten waarschijnlijk van ze hebben overgenomen. Het Chinees-Japanse team vertrekt weer uit Madong Kunse. We zijn nog steeds op zoek naar de oorsprong van de Gele Rivier. Die rivier blijkt hier uit een verzameling kleine beekjes te bestaan. En die steken we over. In de verte zien we de Jagra Dagze, een van de toppen van de Bajanhar. Hij is 5242 meter hoog. Ons is verteld dat de Gele Rivier aan de voet van die berg ontspringt, dus daar rijden we heen.
Als het regent, stromen er allemaal beekjes door de hoogvlakte. De rivierbedding is zacht en modderig. We komen maar moeilijk vooruit. De omstandigheden zijn zo slecht dat we soms minder dan 1 kilometer per uur afleggen. Het Yokuchung-Ye-bekken ligt in een hoogvlakte op ongeveer 4500 meter boven de zeespiegel. Achter dit bekken ligt de bron van de Gele Rivier. Het ziet er naar uit dat sommige weidegronden niet correct op de kaart aangegeven staan. De leden van de Gele Riviercommissie bekijken de kaart aandachtig. Ze volgen de beekjes en ze houden de vorm en loop van de rivier in het oog. Ze onderzoeken de diepte en de omvang van de waterstroom. Is de rivier die we volgen de hoofdstroom? En hebben we inderdaad met de bovenloop van de rivier te maken? Omdat de weg ten westen van het dorp Madokungse niet meer begaanbaar is, besluiten we om de jeep achter te laten. We wachten op de komst van het ondersteunende Tibetaanse team. Dat zal er de volgende ochtend zijn. We laden alles op paarden en jaks en om 8 uur 's morgens vertrekken we. De dieren zullen ons de rest van de tocht vergezellen. Leden van de Chinese commissie hebben ons verteld dat de bron nog maar 8 kilometer westelijker ligt. We denken dus dat we er om 12 uur zeker zullen zijn. De Chinese commissie heeft sinds 1949, het jaar waarin de Volksrepubliek werd gesticht, 3 keer een expeditie opgezet naar de bron van de rivier. Deze keer willen ze een gedenkteken plaatsen bij de plek waar de rivier ontspringt. Tijdens de Qing-dynastie is men voor het eerst ten westen van Xingshuhai op zoek gegaan naar de oorsprong van de rivier. In 1782 droeg keizer Qianlong een gezant op om de bron van de Gele Rivier te vinden. Hij wilde daar een tempel voor de god van de rivier laten bouwen in de hoop dat dat hem mild zou stemmen. Die werkte namelijk het dijkherstel na een overstroming tegen. 6 jaar later berichtte een gezant dat hij een enorm rotsblok had gezien op een hoogte van 10 à 15 meter boven de grond. Daar liep water uit. Dit, zo berichtte hij, was de bron van de Gele Rivier. We hebben dat grote rotsblok wel gezocht, maar niet gevonden. We worden steeds nieuwsgieriger naar de bron. Het loopt tegen de middag, maar we zijn er nog steeds niet. Een beekje van zo'n 30 centimeter breed verdwijnt in het moerasland en komt op een hoger punt weer in zicht. We kunnen zien dat er nog een ander stroompje op uitkomt, dus ook dat kan de bron niet zijn. Die grote gele rivier is hier nog maar een heel klein stroompje. De leden van de Chinese commissie zijn vastbesloten om de bron van de rivier te vinden. Ze willen een einde maken aan de speculaties en zoektochten van de afgelopen 2000 jaar. We zijn ongeveer 8 uur geleden vertrokken. Als we 20 kilometer hebben afgelegd, is het veel.
We zijn uitgeput en hebben last van de hoofdpijn die je krijgt op grote hoogte. Om een uur of vier is onze zoektocht eindelijk volbracht. We volgen het laatste druppelende beekje dat er nog over is van de machtige gele rivier. En dan zien we helder water opborrelen uit de grond. Nergens loopt er nog een stroompje. De commissie stelt officieel vast dat dit de bron van de gele rivier is. Het gebied eromheen is heuvelachtig, maar het zijn geen steile heuvels. Alleen het enorme rotsblok waar de gezant van het Qinghof melding van had gemaakt, hebben we niet gevonden. Wat hebben ze gezien? En waar? Misschien komen we daar wel nooit achter. De volgende ochtend plaatsen we het gedenkteken dat voortaan de bron van de gele rivier markeert. Naast de Chinese inscriptie staat een inscriptie in het Tibetaans. Daar staat: de bron van de mooiste rivier ter wereld. Na 2000 jaar zoeken naar de ware oorsprong van de gele rivier staat daar nu eindelijk een monument. Spontaan beginnen we te proosten met het water uit de bron. Het is kristalhelder en het smaakt ons bijzonder goed. Op 2 juli staan we naast de officieel erkende bron van de gele rivier. We zijn 2 weken onderweg geweest vanaf ons vertrek uit Xianning. Het belang dat de Chinese regering hechtte aan het vinden van de bron van de gele rivier en de medewerking die we kregen maakt goed duidelijk hoe belangrijk de rivier is in de belevingswereld van de Chinezen. De bron van de gele rivier bevindt zich in een hoogvlakte op 4575 meter boven de zeespiegel. Hij ligt op 35 graden 1 minuut en 3 seconden noordenbreedte en op 95 graden 59 minuten en 24 seconden oosterlengte. De gele rivier, waarvan ze op de hele wereld weten dat die vies en modderig is, ontspringt tot ieders verbazing aan deze mooie en vriendelijke hoogvlakte. Een beroemd dichter uit de Tang-dynastie, Li Po, heeft ooit gezegd: de bron van de gele rivier ligt in de hemel. Inderdaad ligt de bron in een wonderschoon hemels gebied. Hoe mooi dit gebied ook is, op deze vlakte is het door de hoge ligging extreem koud. De felle zon kan opeens achter de wolken verdwijnen en dan is het onmiddellijk ijzig koud, ook in juli. Op onze tocht terug zijn we herhaaldelijk verdwaald omdat het weer ineens omsloeg.
Een druppel water uit een bron in een hoogvlakte wordt opgenomen in een bredere stroom. Die stroom verzamelt een heleboel zand en een maand later stroomt die uit in de Puhaibai. Dan heeft hij 5464 kilometer afgelegd. De gele rivier borrelt op uit een kleine bron aan de voet van een heuvel en begint dan aan een lange tocht naar de zee. Dan stroomt de gele rivier rustig door een uitgestrekt moerasgebied in het noordwestelijk deel van de provincie Sichuan. Vandaar stroomt de rivier naar het noordwesten, een bergachtig gebied binnen in het oostelijk deel van de provincie Qinghai. Daar heeft hij een nauwe kloof van 10 meter breed uitgesleten in het gebergte. In deze kloof wordt de rivier moeilijk bevaarbaar. Wie zich hier op het water waagt moet heel alert zijn, want het is een bijzonder gevaarlijke onderneming. Dit is een vlot van schapenleer, een type vlot dat van oudsher in gebruik is rond de bovenloop van de gele rivier. De rivier stroomt vanuit Qinghai, de provincie Gansu, binnen en maakt dan plotseling een scherpe bocht naar het noorden. Daar begint het autonome district Ningxiahui. Dit gebied, de Tenger, is een uitgestrekte dorre woestijn met een oppervlakte van zo'n 100.000 vierkante kilometer. Na de stichting van de Volksrepubliek zijn er veel ontwikkelingsprojecten gestart in deze dorre woestijn. Er zijn bebossingsprojecten geweest en constructies geïnstalleerd die zandverstuiving moeten voorkomen. En er is een treinstation aangelegd in de woestijn. Een oude droom van de bevolking. Na de Tengger-woestijn stroomt de rivier het autonome Mongoolse district binnen en buigt hij af naar het oosten. Dit gebied, de Ordos, wordt aan drie kanten ingesloten door de gele rivier. In dit hele gebied, aan beide zijden van de rivier, zijn er overblijfselen van de Chinese muur, die loopt in oost-westelijke richting. De resten getuigen van een lange geschiedenis van stammenoorlogen en van de pogingen van de dynastieën om invasies van barbaren te voorkomen. Het dal van de gele rivier is het toneel geweest van veel belangrijke wereldgebeurtenissen. Nog voor onze jaartelling werden er hevige oorlogen gevoerd tussen de Han-dynastie en de Hunnen. Ook speelde zich hier de opkomst en ondergang van het Mongoolse Rijk af, dat de wereld in de 13e eeuw na Christus terroriseerde. Dan buigt de rivier af naar het zuiden. Hij stroomt door Jinjiang, dat ligt tussen de provincies Shaanxi en Shaanxi. De Hukou-watervallen. Even ten zuiden van de Jinjiang-kloof, die zich uitstrekt over een lengte van ongeveer 700 kilometer, zit een verval van 50 meter in de middelloop van de gele rivier. De troebele stroom wordt samengeperst en het water stort zich naar beneden. Er schieten grote pluimen geel water op. Zo kent men de gele rivier het best. De rivier voert per jaar 1,6 miljard ton slib met zich mee. Dat is genoeg om 27 keer een berg van een meter hoog rond de hele evenaar te bouwen. Er is geen rivier ter wereld die meer slib meevoert.
De laatste belangrijke koersverandering van de Gele Rivier vindt plaats wanneer die afbuigt naar het oosten en de provincie Hunan binnenstroomt. Dan wordt de rivier langzaam een brede watermassa. Aan niets kun je nog zien dat hij ontsproten is aan een kleine, onbeduidende bron in een afgelegen en geïsoleerd deel van China. Deze gele zandvlakte, die zich uitstrekt langs de vallei van de Gele Rivier in de provincies Shanxi, Shaanxi en Henan, bestrijkt een oppervlakte van 750.000 vierkante kilometer. Deze fijne deeltjes geel zand, lus geheten, spoelen weg tijdens stortregens en komen dan in de Jinjiang-kloof terecht. Daar vertroebelen ze de rivier en kleuren het water geel. Deze zanddeeltjes zijn de oorzaak van overstromingen, doordat ze de bedding van de rivier voortdurend ophogen. Maar ze zijn ook een zegen, want ze vormen een grond die makkelijk te bebouwen is met primitieve landbouwwerktuigen. Zo kon men in dit gebied landbouw gaan bedrijven en ontstond een van de vier grootste beschavingen ter wereld. In dit lusgebied hebben de mensen heel aparte woningen, zogeheten jiaodong. Ze zijn uitgehakt in de gele zandgrond. Ze zijn koel in de zomer en warm in de winter. Dat is ideaal voor een klimaat dat zowel extreme hitte als extreme koude kent. Er leven ongeveer 40 miljoen mensen in dit soort grotten. In de buurt van Lojiang, de oude hoofdstad van Henan, vind je de Longmen-grotten. Ze liggen langs de Yi, een zijtak van de Gele Rivier. Er zijn zo'n 2000 grotten die in een tijdsbestek van 400 jaar vanaf het einde van de 5e eeuw gebouwd zijn. In deze grotten zijn zo'n 100.000 boeddhistische beelden uitgehouwen. De Longmen-grotten zijn, net als de andere grotten in Tungwang, wereldberoemd. De Gele Rivier bood een mogelijkheid tot wonderbaarlijke culturele uitwisselingen. Zo kwam het boeddhisme vanuit India naar China via de zijderoute. Later kwam het naar Japan. De enorme hoeveelheden slib die de Gele Rivier uit hoger gelegen gebieden meevoert, worden afgezet in de rivierbedding in het gebied dat loopt van Henan naar de provincie Changtung. Daardoor zijn er regelmatig overstromingen in dit gebied. Er zijn dijken aangelegd over een afstand van 3500 kilometer om de rivier niet buiten zijn oevers te laten treden. Maar de rivier blijft ontembaar en het eeuwenoude gevecht tegen overstromingen gaat door. De Gele Rivier heeft de natuurlijke omgeving geleverd voor de opeenvolgende beschavingen die de afgelopen 7000 jaar langs zijn oevers zijn ontstaan. De rivier heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van China en is vandaag de dag een belangrijk symbool voor de Chinese natie en het Chinese volk. Dit is de eerste keer dat in een documentaire een zo compleet beeld wordt gegeven van een belangrijke rivier. Van de bron waar hij ontspringt tot de plaats waar hij uitmondt in zee.
En dit was de eerste aflevering van The Yellow River.